Welkom bij mijn nieuwe vlog. We zitten lekker te ontbijten. En zometeen gaan we weer verder met de mastermind. En ik weet nog niet zo goed wat we gaan doen vandaag, want iedereen heeft nu al gepresenteerd. Dus ik denk dat we nu gewoon gaan brainstormen over verschillende onderwerpen. Storytelling volgens mij, en marketing en social media. Dus ja, daar heb ik veel zin in. En het is super lekker weer vandaag. En daarna gaan we volgens mij iets leuks doen, ik denk naar het strand of zo. En we hebben een poolparty waar Jung gaat draaien, dus dat is ook wel heel leuk. Wel zin in. En het resort heeft daarna een barbecue voor ons georganiseerd. Ik heb de hele tijd dat ik verward raak omdat ik zoveel Engels spreek nu en dan ineens weer Nederlands. Maar dat komt zo goed. Ik heb er zin in. Ik heb wel een beetje keelpijn, dus ik ben bang dat ik ziek aan het worden ben. Echt niet. We zijn hier nog tot 3 oktober. Dus het is nog een weekje. En ik wil hier in ieder geval niet ziek worden. We hebben weer in de ochtend de mastermind gehad. En ik heb me nu even verkleed. Want ik ga sporten met Cynthia en Jeroen waarschijnlijk. Maar ik ben dus een sportbroekje vergeten. Dus ik wacht even op Cynthia tot ze hier is. Want zij heeft meerdere leggings meegenomen. Dus dan trek ik eentje van haar aan. En ja, was wel heel interessant vanochtend. Jung heeft een presentatie gehouden over storytelling. Wat natuurlijk voor mij ook wel heel belangrijk is. Omdat ik mijn verhaal online deel. Dus het was wel leuk. En ja, het is sowieso heel erg fijn om te horen hoe andere dingen aanpakken in het bedrijf en wat ze doen. En je geeft elkaar toch ook allemaal tips die heel nuttig zijn. En zelf heb ik wel dat ik soms te erg blijf hangen op iets en dat ik dan het heel erg kan gebruiken als andere mensen meedenken met bepaalde dingen in mijn onderneming. Dus ja, daarvoor was het ook heel fijn. En ik heb het idee dat ik ziek aan het worden ben. En ik hoop het niet. Ik heb echt heel erg keelpijn. Ik heb ook helemaal geen honger. Dat zou echt vervelend zijn, want ik ben hier nu nog, even denken, een week denk ik. Iets minder. En ik wil me wel goed blijven voelen. Want we hebben nog niet echt veel foto's gemaakt of zo. En ook nog geen tijd gehad om lekker te relaxen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Misschien zo meteen naar het sporten even. Het is nou 1:30 en om 5:00 hebben we een poolparty, maar het is niet echt een poolparty. Er gaat dan Jung, die net die presentatie heeft gegeven over storytelling, die gaat draaien, want hij is ook DJ. En dat is naast het zwembad. Dus het is zeg maar happy hour in de bar en dan kan je ook in het zwembad gaan. Maar ik vind dat we er gewoon een poolparty van moeten maken. Gewoon een leuk feestje. Dus daar heb ik wel zin in en daarna hebben we lekker een barbecue. Dus ja. Ik ga heel even relaxen tot Cynthia komt en dan gaan we lekker sporten. Deur is op slot. Ik dacht, waarom komt ze nou niet binnen? Cynthia, wat gaan we trainen? Jeroen, wat ben jij aan het trainen? Wat ben jij aan het trainen? Aha. Beetje buiten de oren. Aha. Ik ga lekker billen en benen trainen. Ik heb al een hele tijd niet meer gesport. Maar eerder ging ik echt elke dag. En let ik ook heel erg op mijn voeding en zo. Maar nou, de laatste tijd, ja, met het reizen vind ik het wel heel lastig. En ja, ik heb het zo druk gehad met ondernemen en zo, met mijn cursussen en alles, dat dat een beetje bij inschoot. Dus dat is wel heel jammer. Maar ik wil het niet meer op gaan pakken. Ik ga het niet meer oppakken. Dus vandaag weer en morgen weer. En ik hoop dat ik waar ik dan ook naartoe ga hierna op kan sporten. Maar ik heb nog steeds niet besloten trouwens of ik doorga of niet. Ik zou eigenlijk terug moeten zijn voor een belangrijke afspraak, maar die is gecanceld. Dus na 3 oktober heb ik eigenlijk niks meer. Dus moet ik even kijken wat ik dan ga doen. Het is wel zonde om alweer terug te vliegen, vind ik. Omdat ik nu toch helemaal weer naar Thailand ben gevlogen. Dus even kijken. En nu zitten we lekker aan het zwembad. En het is een feestje begonnen. Een poolparty. Of nou ja, het is eigenlijk niet echt een poolparty, maar gewoon drankjes aan de bar. Maar we gaan er een poolparty van maken. En daar staat Jung te draaien. Dus,
echt wel super leuk. Lekker cocktailtjes drinken in het zwembad. En ja, ik ben benieuwd waar de avond gaat eindigen. We hebben super lekker gegeten, barbecue, en ik was zo hongerig dat ik niet meer aan gedacht heb om een vlog te maken van tevoren of om het eten te laten zien. Nu is het allemaal op en nu ben ik moe, maar we gaan misschien nog uit vanavond. En ja, ik weet niet waarheen. Bye bye. Ik ben best wel moe. Het smaakt niet meer. Wat vindt Cynthia? Zij wil het niet. Oké. Cynthia, wil jij eruit? Ja, wil jij eruit? Ja, zijn twijfel. Ik wilde iets wel uit, maar ik heb buikpijn. Ja, ik voel ook heel lekker. Ik heb veel pijn. Ik kijk naar het surgery. Ik zou het best kunnen, alleen als ik elke dag maar 3 uur slaap, dan ga ik niet zo. Nee. Nu voel ik me nog goed. Als iedereen wil, dan ga ik wel, maar anders niet. Ja, en morgen moet hij nog mij hielen. Dus dan wil ik niet dat ik er zeg maar weer. Ik wil een beetje fit zijn. Niet de beste. Nee. Ik heb net iets te veel gedronken bij de poolparty. Dus ik ben nu een beetje ingekakt. She's drunk. Lekker terug op mijn kamer nu. Ik ga lekker een uur douchen, denk ik. Gewoon lekker zitten op dat bankje. Ik heb zo'n hele grote douche hier. Muziek luisteren vind ik echt zo fijn. Gewoon lekker met eentje. Relaxen, niks doen, muziek luisteren. En dan ga ik denk ik mijn eerste vlog editen en online zetten. Hopelijk lukt het een beetje. En dan lekker slapen. En morgen weer een dag. En morgen gaan we eerst even ontbijten. En dan komt er een Duitse man naar het resort toe. En hij kan mensen helen. Op een spirituele manier. Ik weet niet alles van. Hij zal morgen wel veel dingen uitleggen. Maar Cynthia heeft zich daar al veel verder in verdiept. En ja, hij zal dus Cynthia gaan helen. En hij wilde ook bij mij wat dingen proberen. Het is belangrijk dat dat dan elke dag gebeurt. Een paar dagen achter elkaar. Dus de komende dagen komt hij elke ochtend volgens mij naar het resort toe. En wat hij bijvoorbeeld bij mij dan zou kunnen helen is, ja, mijn hersenletsel dan. Hij zegt dat hij alles kan helen. Dus ik kan niet zeggen dat ik erin geloof. Maar ik vind dat met alles in het leven, dat je pas in iets kan geloven of iets kan afwijzen als je het geprobeerd hebt. Dus ik sta er wel heel erg voor open om het te proberen, ook al geloof ik het niet direct. Maar waar hij mij dus mee zou kunnen helpen is, echt mijn hersenletsel, dus mijn evenwichtstoornis en mijn geheugen. En vooral mijn vermoeidheid. Ik heb heel erg veel moeite met mijn vermoeidheid. Dat belemmert me eigenlijk elke dag in wat ik doe dus. En dat ik sneller emotioneel word, zoals heel veel mensen met hersenletsel. Dat vind ik ook wel lastig. Ik denk dat dat het wel wordt. Dus ik ga lekker douchen en slapen. En ik zie jullie weer in de volgende.